75 jaar georganiseerd ijshockey in Tilburg was op 21 oktober 2013 een reden voor een officiële bijeenkomst in het ijssportcentrum Tilburg. Tijdens deze bijeenkomst waren vele genodigden uit het heden en verleden uitgenodigd om bij deze historische gebeurtenis stil te staan. Het ijshockey is hier echt al decennia lang enorm belangrijk. Het is natuurlijk een snelle sport, een sport van aanpakken. Het is een club die het dus in het ijshockeylandschap in Nederland bijzonder goed doet. Veel kampioenschappen, dus echt een sieraad voor Tilburg sportstad. Het is een van de sterkste clubs, hele grote traditie. Veel supporters, vrijwilligers, spelen altijd aan de top. Dus het is natuurlijk toch in het Nederlandse ijshockey wel een van de pareltjes. Tijdens deze feestelijke, maar ingetogen bijeenkomst was er de onthulling van een bronzen borstbeeld van een van de bekendste clubiconen. Toon van Rijswijk. Toon van Rijswijk is vanaf de eerste dag dat het ijshockey in Tilburg gespeeld werd lid geweest van de organisatie, van de vereniging. Heeft jarenlang gekiept voor het eerste team en heeft daarnaast allerlei activiteiten voor de club en ook voor de Nederlandse IJshockeybond gedaan. En dat vonden wij de reden om voor hem een uitzondering te maken en een beeld te maken. De enige man, klein mannetje als ik het zo mag zetten, jaren keeper geweest. Die hele sport door en door kent hij. En als iemand zo lang met zijn sport voor de stad bezig is, dan is het goed dat een jubilerende club zegt van nou, we zetten jou eens in het zonnetje. Het borstbeeld is niet het eerste eerbetoon aan deze oud-ijshockeyer. Tijdens het 70-jarig bestaan van de club werd Toon ook al bekroond, toen met de officiële bank, die vanaf die tijd zijn naam kreeg. Ja, dat is natuurlijk wel heel betekenend, hè? Als je dus 75 jaar lid bent van begin af aan en zoveel voor de club altijd gedaan hebt. Met plezier hoor, en wel als amateur, niet als professional. Maar het is toch echt heel leuk dat ze zoiets voor doen. Van Rijswijk was niet de enige die in het zonnetje werd gezet. Op deze gedenkwaardige dag kreeg Henk Maas, de stuwende kracht achter het Chris Verwijs toernooi, een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Nordanus. Ook Jacques Herreigers kreeg de versierselen opgespeld door de burgervader. Dit voor zijn jarenlange en belangeloze inzet voor de Tilburgse ijshockeyclub Tilburg Trappers. Beide heren zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.